wat je eet, ben je zelf. Of beter gezegd, je bent hoe je eet. Vroeger zeiden ze altijd, wat je zegt, ben je zelf. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het eten. Want jouw relatie met eten, maar ook jouw eetgedrag, hoe je dus eet, dat zegt heel veel over jezelf. Denk maar eens na als ik je de volgende onderwerpen zo benoem. Als ik jou de vragen stel, ben je erbij als je eet? Hoe snel eet je eigenlijk? Eet je met grote happen en schuif je eten onbewust naar binnen? En doe je ondertussen iets anders, zoals tv kijken of een boodschappenlijstje maken of nog even terug de laatste Facebookberichtjes voorbij scrollen? Ga dan eens na hoe dat is in andere gebieden van je leven. Ben je altijd sowieso iemand die van grote stappen snel thuis? Of moet je het allemaal snel af? En dan is het maar weer klaar. En als je bijvoorbeeld iets in het huishouden doet, dan ben je er dan met je hoofd bij. Of als iemand tegen je praat, luister je dan altijd echt? Of bedenk je ondertussen wat je allemaal nog moet doen? Of wat je niet vergeten mag? Of ben je misschien al aan het bedenken wat je weer wil zeggen? En geniet jij van het eten, hè? Terwijl je aan het eten bent, let jij dan op wat lekker is, hoe het eruit ziet of hoe lekker het smaakt? Of merk je vooral op wat er niet goed aan is of lekker aan is? Of eet jij je boterham terwijl je ondertussen de trommeltjes voor de kinderen klaarmaakt? Of zit jij rustig aan tafel en besteed jij zorg en aandacht aan je eigen eten? En geniet je daarvan? En hoe is het met het genieten op allerlei andere terreinen van jouw leven? Heb je allemaal moeten, ik moet dit, ik moet dat in je hoofd? En ben je steeds beter met je te houden aan je dieetvoorschriften? En denk je voortdurend aan wat wel of niet goed voor je is? Ben je daarmee bezig? En wat je misschien niet mag? Of probeer je je eigen eetgedrag onder controle te houden? En het goed te doen door jezelf allerlei regeltjes op te leggen? Ga dan ook maar eens na hoe het verder in je leven is. Hoe ben jij op je werk of in relaties met je vrienden of in je gezin? Ben je daar ook vooral bezig wat moet of moeten om aan regeltjes of verwachtingen te kunnen voldoen? En wil je op andere terreinen van je leven ook graag alles anders onder controle houden? Waarschijnlijk heb jij wel verband gemerkt tussen je eetgedrag en je gedrag in het algemeen. Er zit vaak eenzelfde patroon onder en dat is goed nieuws. Want dat betekent ook dat je je eetgedrag kunt gebruiken als training voor gewenste veranderingen in jezelf en in je leven. En je kunt er echt heel grote stappen in maken. En ik heb daar 3 stappen voor jou en die helpen jou al om daar een goede stap voorwaarts in te maken. En het allerbelangrijkste waar je mee kunt beginnen is focus. Hou focus. Focus op je eten helpt jou om meer focus te hebben in het algemeen in je leven. Gebruik je zintuigen. Kijk, ruik, voel en proef en bewust en eet heel langzaam. Kauw goed, het liefst wel 20 keer. En blijf in contact met je lichaam. Ga voelen. En dat helpt jou ook in andere situaties om meer bewust te zijn. Maak daar ook gebruik in alle andere situaties van jouw zintuigen. En de volgende stap is, ga genieten. Ga genieten. Als je gaat eten, zie hoe heerlijk je eten eruit ziet en proef hoe lekker het smaakt. En waardeer jezelf of degene die het heeft klaargemaakt. En geniet ook van je gezelschap. Of misschien zit je wel het heerlijk in je eentje op te peuzelen. Geniet van het lekkers. En zorg ook dat het leuk blijft. Dus stop op tijd. En hiermee train je jezelf om positiever om te gaan met welke situatie dan ook. Dus dit kan je in alle situaties van je leven toepassen. Ga genieten. En wat ook belangrijk is, maak jouw eigen keuzes. Ook al zijn er bepaalde regeltjes en daarvan moet je ook nagaan of ze ook voor jou van toepassing zijn. Hoe voelt het als je ze opvolgt? Hou je eraan als ze je helpen? Maar doe het niet omdat het moet, hè? Ga steeds na, hoe voel ik me erbij? Wat wil ik en wat is goed voor mij?
Hiermee hou jij de regie in je eetgedrag en in je leven. Dus ga je van moeten, ga je naar kunnen, willen, mogen. Dus alles waar moed voor staat, ga je vanaf nu kunnen, willen, mogen neerzetten. En die vragen ga je stellen. En op basis daarvan ga je bewuste keuzes maken die goed voelen voor jou. Succes!